Het platform Javanen in Diaspora in Nederland, JIT, wil zich dit jaar richten op jongeren. Dit zei Johan Raksowidjojo, coördinator van het platform, op de nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen zondag in Amsterdam. Documentairemaker Sharon Kromotaruno is een Javaans-Nederlandse dame die voor haar zoektocht naar haar identiteit onlangs filmde in Suriname. Ze was een van de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst. Jongeren, de taal, cultuur, daar wil het platform Javanen in Diaspora in Nederland zich in 2018 op richten. Johan Raksowidjojo van het platform zet daar andermaal op in. De jeugd heeft de toekomst. En dit werk van emancipatie van Javanen zullen toch uiteindelijk door deze jongeren en volgende jongeren moeten worden voorgezet, zoals zij. En zij, dat is Sharon Kromotaruno, een jonge documentairemaker. 26 jaar is ze, niet van de organisatie, maar ze heeft wel een link met deze club, want ze heeft Javaanse roots. Op de nieuwjaarsbijeenkomst vertelde ze over haar zoektocht naar haar roots in Suriname. Het was sowieso om kennis te maken met mijn familie. En ik wou heel graag naar het graf van mijn grootouders. Dus ik wou eigenlijk de sporen die zij hebben nagelaten, wou ik achtervolgen. Je hebt hier een verhaal gedaan van hoe je dat wil gaan doen. Die zoektocht naar je Javaans-Surinaamse identiteit. Ja, het idee is om een verteltheater op te starten. En dat kan eigenlijk ook betrekking hebben op mensen van andere afkomsten. Bijvoorbeeld Marokkaans, ik zeg maar iets. Waarbij je eigenlijk teruggaat naar de eerste generatie die in Nederland kwam. En die dan in gesprek gaat met iemand van de jonge generatie. Omdat je op die manier goed kunt zien hoe zij hun nieuwe thuisland ervaren. Sharon staat nog aan het begin van haar zoektocht naar haar Javaans-Surinaamse roots. Belangrijk vindt ook Johan Raksowidjojo. Maar er zijn meer belangrijke thema's dit jaar, zoals de verkiezingen. Die thema's die we dit jaar willen behandelen is de gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan. Of onze Javaanse jongeren. Ik ben namelijk ook gemeenteraadslid geweest. Hè. Ik ben de eerste Javaan die in de politiek heeft gezeten. Dus ik ben blij geluiden te horen dat er opvolgers zullen komen. Truno Reggio bijvoorbeeld. Hij staat op de lijst van het CDA en doet voor de eerste keer mee aan de verkiezingen. Hoe profileert hij zich? In mijn hart, in mijn cultuuruiting, in mijn traditie ben ik heel Javaans. In mijn doen en laten, in mijn gevoel van humor en het feesten ben ik een Surinamer. Maar hier ben ik een Westerling. Wat verwacht je? Ik verwacht in ieder geval dat de Javanen gaan stemmen. Uit de peiling is gebleken dat de Javanen niet stemmen. Dat betekent dat hun stem gelijk naar een grote partij gaat. En nu hebben de Javanen eindelijk een stem. Dus waarom zou je daar geen gebruik van kunnen maken? Nou, CDA is toch een grote partij en daar bent u van? Dat klopt, maar het gaat niet alleen maar om de CDA. Het gaat hier dat ik de vlag wil zijn op een visitekaartje voor de Javanen en met Javanen. Carlo Giaudi zat eerst bij de Partij van de Arbeid, maar nu bij een kleinere partij. Samen 070. Een partij met diversiteit, zoals ze het zelf graag noemen. Waarom Samen 070? We staan voor de vorming, voor oud en nieuw. Betrokkenheid met verbinding tussen oud en nieuw. Het mens en de overheid willen we ook een beetje verbinden. En ook vitaliteit over de jongeren, met name. En ook de ouderen, die op dit moment in de gemeente Den Haag zich geïsoleerd voelen. En niet meedoen met de maatschappij. Heeft u wel zin zo'n kleine partij? Zou je niet moeten aansluiten bij een grote partij? Nee, dat zegt iedereen. Op dit moment in de gemeente Den Haag lopen er 4 tot 5 lokale partijen. Dus waarom niet? Een reportage van Sam Jones gemaakt op de nieuwjaarsbijeenkomst van het platform Javanen in Diaspora in Nederland.